Steeds meer Dordtenaren klagen over geluidsoverlast in hun wijk. We vroegen het aan de mensen op straat. Wat zou u absoluut niet gebouwd willen zien in uw wijk? Een voetbalstadion. Kinderen zijn altijd welkom. Wat moeten ze dan doen? Op dak spelen? Ja, het is er zo. Ze moeten op dagen letten. Ja. Dus u zou dat niet erg vinden, een kinderdagverblijf? Nee, niks. Nee. Nee hoor. En ik kom ook eigenlijk niet van Dordrecht. Ik kom van Rotterdam. Rotterdam. En ervaar je daar veel geluidsoverlast? Nee, niet echt. Waar ik woon niet. Oké. Dus je zou eigenlijk niks erg vinden als er iets met meer geluid zou worden gebouwd in je wijk? Nee, helemaal niet. Nou, ik ben in Wielwijk en daar heb ik niet zoveel last hoor. Nee? Nee. En mocht de gemeente iets willen bouwen, zoals een kinderdagopvang of een voetbalclub? Ja, ze zijn daar bezig, dus dat is het juist. Ja, maar ik ga vaak 's morgens vroeg weg, dus ik heb nooit meer zo'n last ervan. Dus u vindt het niet zo ik erg? Ik vind het niet zo erg. Okay. Is er iets wat de gemeente nooit zou moeten bouwen in uw wijk, wat u betreft? Nou, ze bouwen allemaal weer, ze gaan weer renoveren, dus allemaal nieuwe huizen. Dus dat is voor mij veel beter natuurlijk. Hè? Ja, wel. Ik heb altijd de mening gehad dat ik nooit naast een school ga wonen. Als ik kan kiezen, ga ik niet naast een school wonen. En als die in uw wijk zou worden gebouwd? Ja, dan ben ik er al. Er zou wel protest in dienen? Nee. Als ik iets vervelend vind, dan ga ik daar geen protesten voor indienen. Wat mogen ze niet achter mij in mijn achtertuin? Een grote flatgebouw. Ja, een groot flatgebouw. Iets wat niet van mij is, zeg maar. Want mijn achtertuin is mijn achtertuin. Ik denk dat ik de baas ben over mijn achtertuin. En niet de gemeente dan, toch? Oké. Okay. En qua geluidsoverlast, een school of een sportclub of een... Noem maar op. Zou je het erg vinden? Nou, als ik er zou wonen, dan zou ik het wel erg vinden. Maar als ik, zeg maar, erna kom te wonen, dan... Als het al staat, dan is het niet zo erg. Maar als ze er gaan wonen, als ze dan gaan bouwen, als ik er al woon, dan... Dat zou ik wel erg vinden. Kenniscentrale. Ja? Ja. Werkmensen. Nee hoor. Nee, ik zal niet weten wat. Oké. Okay. Nou, hartelijk bedankt. Je ziet er leuk uit. Nou, dank u wel hoor. Hey, doei. In mijn achtertuin. In de buurt. Waar heb je hier last van? Niet van niks. Ja, ik denk het ook niet. Nee, ik zou het niet weten. Bij wijze van, hè? Bijvoorbeeld waar je geluidsoverlast van kan hebben of een kerncentrale, voetbalstadion. Voetbalstadion is wel leuk juist. Ja, ik weet niet. Voetbalstadion komen wel steeds dichter in de buurt en dat vind ik wel vervelend, zeg maar. Waarom vind je het vervelend? Ja, veel overlast van voetbalsupporters, zeg maar. Dat wel. Dat vind je wat minder? Ja. Nou, dankjewel. Ja,